Kijk, ik ben Nick Vijs. Ik ben fervent cannabisliefhebber. En ik weet, als ik mijn eigen antroposofische kweekfase of kweekroutine gebruik of toepas op de cannabis, dat ik heel iets anders uitkom dan de cannabis die gewoon te koop is op de zwarte markt. Nu, na veel gezegd zijnde, weet ik dat na 4 generaties van allopathische geneeskunde gebaseerd op de petrochemie, er gewoon een geneeskunde is gebaseerd op profijt. Mensen enkele pilletjes verkopen die zogezegd symptoomverwerking doen, maar anders de oorzaak niet aanpakken. Met de Ayurvedische geneeskunde pak je de oorzaak aan, gewoon door spiritueel enkel het geloof als eerste aanleg op te bouwen en er dus gewoon in te geloven, want zonder geloof kan iets niet werken. En daarom is in de allopathische geneeskunde geloof niet van toepassing, omdat het atheïsten zijn. Ze geloven niet dat ze kunnen genezen, nee, ze hebben een pilletje nodig. En dan durven ze toch tegen kankerpatiënten zeggen, geloof in uw genezing, dit pilletje zal u helpen. Maar eigenlijk in alle waarlijkheid is het geloof enkel alleen een begin om de genezing al half weg te krijgen. Nu, in alles is dit zo, en in de Ayurvedische geneeskunde specifiek, is de ademhaling de basis van alle gezondheid van de mensen. Hoe erg je er ook nu aan toe bent of niet, fysiek buitengelaten natuurlijk van erge verwondingen, maar als je je pijn voelt ergens in je lichaam, zonder dat er open wonden zijn of sedert of dat, heb je pijn in je rug of in je buik of in je adem of in je ogen, in je ding, dan kun je met 5 maal diep en bewust adem te halen al heel wat doen aan deze pijn. Nu, om nog meer te zeggen, wil ik deze allopathische geneeskunde gebaseerd op gewoon pelletjes van petrochemie om verkocht te krijgen door al die 7, weet je wel. Ze kunnen een auto maken van enkel cannabis, en Henry Ford zogezegd heeft het al gedaan. En dus een elektrische auto is ook helemaal niet nodig om nog meer de planeet te onthinnen van lithium en weet ik allemaal niet, om elektrische auto's te krijgen. Alles kan gewoon met cannabis. Het is bewezen, iedereen die het onderzoek doet, weet het, en ze blijven hier toch in het conforme doordraven, iedereen ambetant maken in België. België bestaat niet meer, België barst. De mensen in de politiek zijn gewoon dikke zeveraars. De waarheid is al langer geweten dat we weer veel meer kunnen doen en al veel verder konden staan door gewoon te doen wat we moesten doen als mensen, en dat is toepassen wat alles van substantie te vinden en te gebruiken is op de planeet, en dat plastic te verbannen en toe te passen op de manier waarvoor ze moet toegepast worden, en dat is plastic dan in andere zaken. Ja, je kan een katheter hebben of zo van die dingen of zo, maar om daarmee de mensen gewoon mee de maag in te pompen voor zogezegd iets beters uit te halen, terwijl het met een beetje rook even goed kan. Weet je wel, ik heb genoeg gezegd van al die zevers en zaken. Ik heb er gewoon genoeg van. Ik heb de Ayurvedische geneeskunde toegepast, de chakra, vuurchakra's, iedere ochtend gedaan. Ik ben opgewekt geworden, mijn moeheid was weg, mijn klaarheid kwam naar boven, alles kwam duidelijk. Dat eigenlijk met Bhuti Kundalini, de geserpenteerde kooi in de cirkel, zoals de slang van de dingen in de medische wereld aantoont, dat alle kracht vanuit de bodem van de rug komt en alle klaarheid en met je derde oog door spiritualisme verduidelijkt wordt. Weet je wel, ik heb er genoeg van om een pillen te slikken, om een spuiten te pakken, om mij chemisch te laten castreren, om mij te laten nazeggen dat ik een klootzak ben, dat ik niks van de wereld weet, dat ik nooit liefde gekend heb voor 20 jaar. Ik heb er gewoon genoeg van. Jullie worden nu tot de orde geroepen en zullen verantwoording afleggen met jullie dikke BMW's hier voor de deur in de PCM, dikke fucking de dikke nek afhangen. Terwijl je met gewoon een beetje wiet en goed ademhalen iedereen even goed kan genezen, dan er gewoon een heel systeem van ziekenbonden en zuignappende liedjes en weet ik, bieren allemaal niet kan opzetten die denken dat ze het beter weten, terwijl het gewoon aangeleerd kan worden van mens op mens door de ademhaling ritmisch en gebalanceerd te houden en zelf te roken zoveel je wil als je maar goed ademt en goed eet. Je hoeft zelfs niet te eten. In Amerika zijn er al Bretariërs
die het ontwikkeld hebben zodanig de zon te absorberen dat ze geen eten noch drank meer nodig hebben. De mens kan zoveel, maar we worden gewoon dom gehouden. Het schuim staat me op de mond, ik weet het, ik ben zot, maar ik zeg de waarheid. En ik wil dat er eindelijk eens en voor altijd een einde aankomt aan de oude wereld, aan het stomme geldgedoe. Alles kan voor niks, alles kan voor gratis en liefde gegeven worden zoals het moet in het leven. En dat er geen hoererij en prostitutie meer moet zijn, weet ik al niet. Kinderverkrachting of verloop of wat, of bloeddraken en bloeddiamanten en jodenvervolging, weet ik allemaal niet. Het is allemaal niet nodig geweest. Maar het is toch gebeurd en er zijn mensen die het nog eens willen herhalen. Ja, en je weet wel wie dat zijn. Het zijn zij die de oliebronnen beheersen, zij die de plasticfabrieken beheersen, zij die de Big Pharma beheersen, zij die niet gekend zijn onder de politiekers of zo, die toch maar de poppetjes zijn van die grotere mensen daarboven. En eens en voor altijd moeten we als volk het Ayurvedische geneeskunde leren, de wiet durven kweken en zelfs moeten kweken en ermee leren leven op een antroposofische manier om te weten te komen dat daar in de waarheid verscholen zit van het ware leven die ons meer dan 140 jaar lang kan doen leven, als we tenminste met gematen zelfs ook amfetamine of cocaïne toepassen om beter te kunnen neuken of weet ik allemaal niet, om te studeren. Ik heb amfetamine gebruikt om te studeren, om alles te weten te komen hoe hij elkaar zit, ik weet het allemaal niet. Ik heb nu een rant gedaan, ik weet, ik moet nog wat meer temesta nemen om wat te verkalmen, want weet, mag ik hier niet krijgen. Maar ik ga nu hierbij laten, de meesten zijn waarschijnlijk al uitgeklikt en ben je tot hier blijven kijken, weet dan dat je het kan en dat het mogelijk is zonder te moeten enige ziekenbond of andere dingen te betalen. Je kan het gewoon met een potje grond en een zaadje doen. Een beetje vette, organisch, best niet synthetisch natuurlijk. En natuurlijk ga je ook genieten van het leven met een sigaar op eigen maat gerold, met eigen aantal hoeveelheid wiet in en op eigen smaak door de soort van de plant die zodanig gekruist en gemaakt geweest is. Is het nu hoge THC, geen THC, lichte THC, alles kan gemaakt worden op maat voor gewoon een beter dan een domme sigaret die de stress enkel wegneemt, kan cannabis gewoon alles oplossen, zoals de kanker, weet ik veel. Hier heb ik genoeg gezegd, ik kom rustiger terug, want ik word hier gewoon zat van al een week geen joint te kunnen roken. En ze zien het maar niet in dat het enige zou zijn, ik gelukkig zou mee geworden zijn. En al die 5 dagen mee zitten frustreren. En dat ze het niet begrijpen en niet willen toegeven, is gewoon omdat ze te laf zijn om toe te geven dat ze verkeerd zijn. Helemaal verkeerd. Punt.